U kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Nederland heeft weinig last van bewolking, maar op de Noordzee ligt een wolkenveld klaar en dat rekt de ochtend met name over het noordwesten van het land. Maar verder zal de zon ook regelmatig schijnen. Temperaturen lopen uiteindelijk op vanochtend naar een graad of 4. En vanmiddag stijgt het kwik verder bij een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. En dan wordt het uiteindelijk 9 graden in de kustgebieden. En zo'n 11 in het zuiden van het land. De wind draait overigens in de loop van de dag wat meer naar het westen tot noordwesten, vooral in de kustgebieden. Vanavond nog steeds opklaringen, temperaturen dalen dan langzaam weer naar een graad of 6 en komende nacht kan het in het binnenland lokaal weer dicht bij het vriespunt komen. Morgen dan een dag met toenemende bewolking van het westen uit en geleidelijk aan gaat er ook regen vallen. De zon heeft het wat langer, makkelijk in het oosten, maar in het westen raakt het al vlot bewolkt. 8 tot 10 graden en een matige zuidwestelijke wind. Woensdag dan, vooral in het oosten van het land regen. In het westen is het wat droger. De zon schijnt af en toe, maar vaak hebben wolken toch de overhand. En dat geldt eigenlijk ook wel voor de donderdag. Vrijdag is er wat meer ruimte voor de zon. Maar het is deze dagen licht wisselvallig, want er kan ook regen vallen, temperaturen tussen 8 en 10 graden. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.